zo zijn, hè? Maar Liz, als het goed is, weet jij hoe het moet, want jij hebt nog hoge zeil. We beginnen hiermee. De zeilbroek. Het leuke is bij zeilen dat het natuurlijk allemaal super charmante kleren zijn. Nou, dit zit als grote. Ja. Ik heb een beetje hoog water wel. Kan mij niks meer gebeuren. Beetje warm alleen, maar dat zal zo buiten wel anders zijn. Klaar voor een natpak. Marlies, wil jij jezelf ook even voor lul zetten? Want ik ben de hele tijd zo met die Ik ben nog even bezig met mijn gear. Zo noemen ze dat in de zeilwereld. Overigens begint deze week de Delta Lloyd Regatta. Dat is een wereldbeker Nederland. Alle topzeilers doen er ook aan mee. Marit, Barometer. Het regent namelijk. Julian de Geus. Echt, het waait hard. Dat is niet normaal. Wij dachten, weet je... Doe je capuchon even op, Marlies. We wagen het erop. Even kijken. Kijk, we gaan met deze mensen allemaal. Deze zijn zich allemaal aan het klaarmaken voor de Delta Lloyd Regatta. Heel veel buitenlanders. Met hun val van hun masten aan het goed doen. Dit zijn alle coachboten. Die liggen natuurlijk allemaal klaar voor de wedstrijd deze week. Daar in de verte zie je onze boten waarmee we gaan varen. Hier om je heen zie je het Regatta Center Medemblik. Hier traint de kernploeg heel vaak. En hier zijn dus nu heel veel buitenlanders die zich ook aan het voorbereiden zijn voor deze wedstrijden. Waaronder wij. En wij gaan nu de boot in. We gaan bij Pieter Jan in de boot. Pieter Jan, wat is nou het allerbelangrijkste voor zeilleken? Zoals ik. Zoals Lisa. Voor vandaag. Voor vandaag. Wat moeten we weten? Wat moeten we sowieso wel doen en wat moeten we sowieso niet doen? Ja, vooral die boot gaan laten gaan. Het is heel simpel. Straks gaat het start zijn. Ik voel me een klein beetje overbodig. Maar volgens mij redt Pieter Jan het wel. Doen we eerst het grootste allemaal. Normaal in een coachboot, nu moet hij ook naar de bak. Daar is de wedstrijdleiding, even kijken. Wat doen we? 2 minuten, 1 minuut, 1 minuut, was dat duidelijk is. Lisa snapt er niks van. Nee, Joost, onze bemanning, vond het een duidelijke instructie. Nou, Joost, en Pieter Jan als zeilexpert, vertel, wat gaan we doen? We gaan 2 wedstrijdjes doen zometeen. Start, dus 2 boeien, omhoog, naar beneden, omhoog, naar beneden, finish. En, snappen we toch? Ja, dat snappen we. Dat snappen. Kunnen wij jou ook helpen met iets? Dat lijkt me goed. Okay, dus we hebben het stuur, dat zit achterop. Ja. Wij noemen dat roer. Ja. Die gaat heen en weer. Ik probeer het wel vast te houden. We hebben het groot zeil, deze. Ja. En we hebben een fok. Een fok? Een fok. Fok. Dit is de lijn voor de fok. Dat is de lijn voor de grootzeil. Oké, oftewel de schoot. Wat we proberen is dat de boot altijd vlak ligt. We zitten met z'n allen aan één kant van de boot. We proberen hem recht te houden. Ik zit achterop. En dan zit Joost of Lisa zit ernaast. En dan zit jij daar weer naast. En dan hebben we ons beurt een beetje praten. Praten is belangrijk in de boot. Mannen aan de buitenkanten, vrouwen in de midden. En jij ernaast. Vrouwen en kinderen eerst, ik hoor het al. Let's go! Lief op kop, hè jongens, hoe gaat ie? Ja, nee, we zitten op onze hielen. We konden even niet filmen, want het was echt super wild op het water. Gewoon we gaan nu grijpen. Oké, ik ga naar de overkant. Oké, ja. Oké, ja. 2, 1. Ja! We hebben dus 3 wedstrijden gevaren, 3 keer met overmacht eerste geworden, wel dankzij onze schipper. Marlies en Lisa. Ik vond het best wel moeilijk. Jij, Joost? Wij hebben toptalenten, denk ik. Denk ik ook, absoluut. Lisa, ik denk als je niks meer hoort in de journalistiek, moet je gewoon zeilen worden. Oké, dus het is tijd om hem op te bergen, denk ik. En Pieter Jan? Jij wint sowieso deze gouden medaille na deze voorbereiding. Ja, Rio, eitje. Na deze voorbereiding, dan kan het niet meer stuk.